Er komt een ei uit, laten we hopen. Het is een 5 kilometer ei. Elkid, Magby, kom op. We kunnen dit. Het wordt een drowsie. Die hebben we nog niet genoeg kunnen vangen met het Halloween event. Nee. Hallo dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Go. We zijn hier vandaag weer met wat eieren die uitkomen en met wat nieuwe raids en dat soort dingen. Dus ja, Chikorita uit het ei. Ja. Oké, nou, wat is er allemaal aan de hand binnen Pokémon Go deze week? Begin van de week, halverwege de week, een beetje midden, kregen we eindelijk Raikou erbij. Ik heb hier een wilde Croconaut trouwens. Vond ik wel grappig, maak ik er even een foto van. Dus ja, we hebben Raikou erbij gekregen, daar hebben we straks ook clipjes van. En vandaag zijn alle raids omgewisseld. We hebben niet meer Croconaw als raid boss nu, we hebben nu Wartortle. Voor een hele lijst moet je even op internet kijken, zijn best wel goed te vinden. Maar Pokémon als Machamp, of wat die zijn bijvoorbeeld vervangen door een Poliwrath. Er komt nog een ei uit, laten we hopen op wat moois. Er zijn gewoon hele Pokémon vervangen ondertussen. We krijgen een Cubone, want die hebben we ook nog niet genoeg kunnen vangen met het Halloween event. Wauw. Oké, nog een 5 kilometer item op. Die Magby of die Elekid mag ondertussen wel hoor. Echt waar. Het mag ondertussen wel. Een Onyx. Want daar heb ik ook nog niet genoeg van kunnen vangen met mijn Onyx nest. Wauw. Nou, we hebben een 10 kilometer ei eindelijk, want het uitkomt. Laten we hopen op iets goeds deze keer. Kom op nou. Een Sableye? Kom op. Dat is toch niet wat we het voor doen? Het moet op zijn meest shiny. Oké, we zijn hier nou met de eerste Raikou battle die we hebben. Dus even zien, we staan zelf met een Rhydon. Ik heb hem Rhyperior genoemd, maar het is een Rhydon. We hebben 8 mensen. Dus dat zou best wel moeten lukken op zich. We zullen nu zien hoe dat precies gaat. De meeste mensen staan hier met een Rhydon. Er staan ook een Golem, zie ik daar op de achtergrond staan. Ik bedoel, het is een prima Pokémon om mee te gaan, Golem of Rhydon. Het is, Raikou heeft zijn weakness voor ground. Dus vandaar gewoon met Pokémon gaan die Earthquake of Mudslap of wat dan ook hebben, dan zit je wel goed eigenlijk. Je hebt ook niet al te veel mensen nodig voor Raikou gelukkig. Ik geloof een stuk of 6 moet je het ongeveer wel mee redden. Maar ja. Ik dacht het is de eerste Raikou, laten we hem erin gooien. Is ook weer een van de nieuwe raids. Ik ben hem gelijk gaan doen toen hij uitkwam. Maar omdat ik deze video op zondagochtend al aan het editen ben, omdat ik andere dingen moet gaan doen in de middag. Heb ik geen tijd gehad om de nieuwe raids te gaan doen, maar een Poliwrath of wat dan ook. Dus die houden jullie nog even te goed voor volgende week. Een keertje, als we wat leuks tegenkomen. Magikarp is ook vervangen trouwens door Metapod. De generatie 2 mid-evolutie starters. Dus de, wat waren het? De Croconaw, de Bayleaf en de, wat was die laatste? Vuurdingetje. Quilava. Die zijn vervangen door Charmeleon, Wartortle en Ivysaur. Dus dat is wat hele 1 sterren eigenlijk gewoon, is gewoon compleet vervangen eigenlijk. Voor 2 sterren, even kijken, wat ze hadden daar allemaal. Ja, ik weet het niet precies allemaal in mijn hoofd. Ik weet dat Cloyster in ieder geval ergens erin zit. Ik weet Sandslash geloof ik. Geloof ik die ook gezien had. Ik bedoel, voor de complete lijst moet je even op internet gaan kijken. Maar het is op zich wel interessant om te zien dat we nou dus compleet andere raids erbij gekregen hebben. Bedoel, als je sommige van die Pokémon die nu in de raid zitten nog niet hebt, ja, dan ben je er blij mee. Maar als je gewoon eigenlijk, zoals ik ben en de meeste spelers die ik ken, gewoon eigenlijk je bijna die hele Pokédex wel af hebt, heb je aan dit soort Pokémon helemaal niks. Want deze waren vrij common eigenlijk, de Pokémon die we nou tegenkomen in de raids. Dus ja, is best wel teleurstellend eigenlijk. Ik bedoel, ik zie de logica er wel een beetje achter, want ze willen waarschijnlijk dat mensen een beetje minder raids gaan doen, zodat ze wanneer generatie 3 uitkomt volgende maand, we met z'n allen gewoon weer echt gaan vangen. En op zich snap ik die logica ook wel, en daar ben ik het ook wel mee eens, want ik wil ook gewoon zelf weer echt gaan vangen volgende maand. Ik wil niet op de manier van, oh ik doe wel een raid en dan heb ik ook mijn Pokédex al vol. Dat lijkt me namelijk vrij saai. Ik hoop ook dat Niantic niet volgende maand gelijk zegt, hier heb je, hoe heet dat ding? Wat? Dat ding met het kruis. Ja, maakt het uit. Die staal Pokémon in ieder geval. Of Flygon of wat dan ook. Als ze die gelijk in een raid douwen, daar word ik namelijk niet heel blij van. Dan maak je het spel een beetje te makkelijk namelijk. Oké, nou, we hebben Raikou, hebben we plat ondertussen.
Hij gaat naar beneden. Ik zat zelf echt op 1 HP, dus dat is mooi. Hij is 1903, dat is niet verkeerd. Maximale CP was 1913 of 1916, geloof ik. Dus dan zitten we met 1903 al behoorlijk dicht in de buurt van de 100%. Eens even zien, wat hebben we hier? We hebben 8 ballen, dat zijn er niet veel. Maar we hebben wel een hele mooie CP, dus laten we kijken of we deze kunnen vangen. Dat is waarschijnlijk zo'n 96%. We gaan gewoon proberen te gebruiken voor de eerste bal die we ooit gooien, gewoon de Nano Berry. Misschien kunnen we Savage seasonen. Oké, we hebben onze Great Curve Ball. Dat ging prima. Prima worp, dus als we op die manier blijven gooien, dan zitten we wel goed. Dan gaan we nu over naar de Golden Raspberry. We hebben er toch genoeg van, dus we gaan hem gewoon volvoeren. Oké, dan is het even wachten tot hij aanvalt. Zoals we eigenlijk altijd wel doen. Oké, we gaan hem vangen, jongens. We gaan deze Pokémon vangen. Daar heb ik gewoon het volste vertrouwen in. Oké, hij valt aan. En gooien. Oké, we hebben een nice. Ik gooide iets te laat. Hij had alweer aan kunnen vallen of kunnen gaan springen als hij daar zin in had. We vangen hem ook nog niet. Maar we hebben nog genoeg Golden Raspberries om te kunnen blijven voeren. Oké, rustig aan. We blijven rustig met deze Raikou. Oké, Raikou, rustig aan. Als jij rustig blijft zitten, dan blijf ik ook rustig draaien met deze bal. Oké, en dan moet. Nee, je moet niet springen. Je moet aanvallen. Aanvallen, weet je wel? Naar voren toe komen. Gekke dash aanval. Kom. Doe je aanval. Ik zit te wachten op je aanval. Kom nou. Oh ja, dit kunnen we ook. Deze kunnen we ook gebruiken. Oké, we hebben een great. Dan hebben we 1. 2. 3, top. We hebben een nieuwe Pokémon voor ons Pokédex. Raikou is bij de squad gekomen. Laten we gaan kijken hoe die in de Pokédex wordt gegooid. We drukken op oké. Okay. Ik vind het allemaal prima. Huppatee, jongens. Raikou is erbij. Mooi hoor, heel mooi. Nou, gaan we nu lekker door. En dan hebben we nog een tweede Raikou. Als jullie genoten hebben van deze video, laat het weten met een like, liever een comment, natuurlijk het allies, maar een subscribe. En dan gaan we nog even kijken of we deze Raikou kunnen vangen. We hebben 1 en eruit. Oké, dat ging dus niet met de eerste bal. Nog steeds geen Savage Season op Raikou. Oké, we gaan voor de tweede bal. We draaien hem en we gooien hem. Oh, en hij jumpt aan de kant. Oké, rustig aan Raikou, rustig aan. We gaan jou gewoon vangen, oké. Dat was een mooie jump. Op zich kan je net ook proberen te timen met een jump. Alleen dat is een stukje lastiger. Ik bedoel, het is te doen. Het is echt te doen, maar... Ja, moet je er wel goed in zijn. Wat... Oké. wat ben ik aan het doen? Volgens mij ben ik een nep gooien of zo. Oké, ik gooi al 2 ballen nu mis, omdat die... Iedere keer als ik gooi, gewoon aan de kant gaat. En nu gooi ik hem gewoon normaal en dan blijft hij zitten. Wat een logica. 1, 2, 3. Top, we hebben hem gevangen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!